AZ en Rijeka gaan de tweede wedstrijd spelen in groep F van de Europa League. Hatzidiakos. Nu maar een keer diep, zo, richting De Wit. Dat is een goede bal en een overtreding en een penalty. Ja, dat is een fijn begin voor AZ zo. Vijfde minuut. De Wit anticipeert, wordt nauwelijks geraakt. Maar er is licht contact en dat is voor de scheidsrechter genoeg. Hoe gaat het nu? Hij doet het door het midden. Het is niet zijn meest overtuigende strafschop. Maar het is wel raak. Mietje. Goeie paas. Gudmundsson moet gaan scoren. Gudmundsson en dat doet hij. Het is 2-0 voor AZ. Geweldige paas gaat eraan vooraf. Mietje heeft al gezien waar de bal naartoe moet. Want hier ligt ruimte voor Karlsson. 2-1 als AZ het goed uitspeelt. Wordt het 3-0. Karlsson doet het zelf en scoort prachtig. Schitterende goal. 3-0 voor AZ. Vroeg in de tweede helft. Koopmeiners is nu even linksbuiten. Komt met een goede voorzet. Zegt prachtige bal. En een schitterende goal. 4-0. Alles klopt aan deze aanval van AZ. Rijeka wordt helemaal uit elkaar gespeeld. Dit is wel een goede bal. En aanname ook perfect. Daar is het doelpunt. Komt er dan nu toch nog iets van twijfel bij AZ? Hier is in ieder geval een doelpunt voor Rijeka. AZ naar 6 uit 2 in groep F. En dat is een geweldig begin voor de formatie van Arne Slot.